Ja, wat waren ze goed, hè? Onze finalisten van vanavond. Heel goed gedaan allemaal. Is het nu tijd om de lijnen te sluiten? En dat doen we met z'n allen. We tellen af van 10 naar 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De lijnen zijn gesloten. Je kunt niet meer bellen of sms'en. Notaris ten Broek is achter de schermen heel druk bezig met het tellen van de stemmen. En ja, heel spannend. Straks weten we het. Straks weten we welke twee acts zich aan mogen sluiten bij Melle en Main Street in die spannende finale. Nou, net als ieder jaar hebben de finalisten ook weer een gezamenlijk nummer opgenomen. Het is al meer dan 500.000 keer bekeken op YouTube. En ze gaan het hier vanavond voor jullie zingen. Hier zijn met het nummer... A party, de finalisten van het Junior Song Festival 2012. Zet het volume op de max, 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 max. Ja, slapen doen we straks, straks. Oh yeah. Ja, samen zijn we één, 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 één. Nee, niemand is alleen, alleen, nee, nee. Wij stelen hier de show. Voor de finalisten van het Junior Song Festival 2012. Heel goed gedaan. Jullie mogen naar de tribune en de finalisten die vanavond hebben opgetreden richting de Green Room. Ja, lieve allemaal, het moment is namelijk bijna daar. Het moment waar de finalisten de afgelopen maanden allemaal naartoe gewerkt hebben, de uitslag. Straks weten we welke twee acts er in de finale zitten, samen met Main Street en met Melle. Mag ik hier stilte in de studio vragen en mag het licht gedimd? Goed, zal ik eerst uitleggen hoe de telling van de punten er precies aan toe gaat. De act waar het meeste op gestemd heeft krijgt 12 punten, de tweede 10 punten, de derde 9 punten en de vierde krijgt 8 punten. Dat geldt voor de stemmen van jullie thuis, maar ook voor de stemmen van de vakjury en de stemmen van de kinderjury. Moet ik bijzeggen dat de stemmen van jullie thuis dubbel zo vaak meetellen dan de stemmen van hier in de studio. Lieve finalisten, wat hebben jullie het goed gedaan vanavond? Jullie hebben alles gegeven, hebben ook keihard gewerkt de afgelopen maanden aan je zang, aan je dansen, aan het samenwerken.
En ik denk dat iedereen het wel met me eens is. Wat het mooiste was om te zien, is dat alle finalisten er zo van aan het genieten waren om hier te staan. Want ja, het is een droom van zoveel kinderen om hier op dit podium te staan van het Junior Song Festival. En dat is jullie toch wel mooi gelukt. We gaan beginnen met de uitslag van de kinderjury. Hier is Rachel. Hi Rachel. Hi. Hoe was het vanavond? Ik vond het geweldig, maar ja, ik zat dan ook weer met die keuze. Oké. Oh my god. Ja, het is moeilijk. Zullen we het doen? Ja. Oké. Zullen we het toch maar doen, ja. We gaan het doen. Lieve finalisten, hou elkaar stevig vast. Stilt hier in de zaal, dan beginnen we met de 8 punten van de kinderjury. Ja? Ja. Doen. De 8 punten gaan naar Sherilyn en Jade. 8 punten voor Sherilyn en Jade. De 9 punten. De 9 punten gaan naar Sterren. 9 punten voor Sterren. De 10 en de 12. Ja, de 10 en de 12. Die belangrijke punten. Je mag ze in één adem voorlezen. Ga je. Ja. Eerst 10? Ja, en dan de 12? Ja? Oké. Okay. Ja. Okay. Nu? Ja. Oké. Okay. Ja. De 10 punten gaan naar Alessandro en de 12. Zo. Femke staat bovenaan na deze eerste punten. Dankjewel Rachel. Tot volgende week. En dankjewel ook Joël, Noah, Liedewijn en Pollen. Heel fijn dat jullie erbij willen zijn. Femke, pak de microfoon eens. Hoe gaat het? Het gaat. Ja, redelijk. Ja, maar ik kan niet wachten. Nee, moeten we door? Ja. Ja, hè? Ja, laten we doorgaan. Ja. Gaan we over naar de punten van de vakjury. Hier is John Eubank. Hoi John. Hoi. Hoe was het vanavond? Ja, het lag heel dicht bij elkaar. We hebben behoorlijk lopen soebatten. En ik sta hier met een briefje, dus ik moet het doorgeven. Ja, want het was wel even dat het zoeken was. Ja, dat was wel even zoeken, ja. Ja. Zullen we beginnen? Ja. Met de 8 punten? Ja. Gaan we over naar de 8 punten van de vakjury. Belangrijke punten, maar dat zijn eigenlijk alle punten. Ga je gang, John. De 8 punten, die gaan naar Femke. Zo, en dat maakt het spannend in één keer. Ja. 8 punten voor Femke. De 9 punten van de vakjury. De 9 punten die gaan naar Shanalyn en Jade. En dan nu die 10 en die 12 punten. En nu wordt het echt spannend. Bloednerveus. Ja, maar echt? Ja, jij maar ook? Ja. Ik weet het, maar de 10 punten van de vakjury die gaan naar Alessandro en de 12 naar Sterren. Zo. En daarmee staat Sterren in één keer bovenaan. Ja. Dankjewel John, heel graag tot volgende week. En dankjewel ook Ferry. Dankjewel Lieke, ik ben heel benieuwd naar de outfit van volgende week. Absoluut. Dankjewel. Ja, Sterren, kun jij de microfoon heel even overnemen? Sta je ineens bovenaan? Ja, spannend. Ja, ja en Alessandro, tweede plek? Yes. Ja. Goed, lieve finalisten. Het moment is nu echt daar. Ik ga hem erbij halen met de uitslag van de stemmen van jullie thuis. Hier is notaris Ten Broeke. Dag meneer de notaris. Komt u een stapje naar voren. Wat heeft u een mooi pak aan om te beginnen? Dank u wel. Vanwaar de keuze van de stropdas vandaag? Fleurig en jong. Heerlijk, nou dat is gelukt. U heeft hier de enveloppen. Is er veel gebeld vandaag? Waanzinnig veel gebeld, ja. Er is goed gekeken, er is goed gebeld. Iedereen doet mee. Dank u wel, meneer de notaris. Ik heb hier de gouden envelop. En heel graag tot volgende week, notaris Ten Broeke. Dit is hem jongens, de gouden envelop met daarin de uitslag van de stemmen van jullie thuis.
Als ik hem openmaak, dan weten we het. Dan weten we welke twee acts er volgende week door mogen naar die spannende finale. En een stap dichter bij die internationale finale in Amsterdam komen. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is extra speciaal. Je eigen land vertegenwoordigen in je eigen land. Ik ga hem openmaken. Mag ik absolute stilte hier in de studio? Hou elkaar stevig vast. We beginnen met de 8 punten van de stemmen van jullie thuis. En die gaan naar Sharon en Jade. De 9 punten van de stemmen van jullie thuis. Nu wordt het echt heel spannend. Die gaan naar Sterren. Dan gaan we nu naar de 10 en de 12 punten. Als ik ze heb voorgelezen, dan weten we het. De 10 en de 12 punten. De 10 punten. Ga naar Femke en de 12 punten naar Alessandro. Jongens, ik moet iets uitleggen. Stilte alsjeblieft. In de finale staan Femke en Alessandro. Maar we hebben een gelijke stand. Sterren heeft evenveel punten. Maar, zoals ik al eerder uitlegde, de stemmen van jullie thuis tellen dubbel. Dus hoe spijtig het ook is, ja... In de finale staan Femke en Alessandro. Gefeliciteerd. Yes, dank jullie wel. Heel erg bedankt. Geen woorden voor. Dank je wel. Heel erg. Lieve andere finalisten, kom er even bij. Sterren, in het bijzonder. Ja, lieve Sterren, ik probeer er even tussen te komen. Ja, de stemmen van de jury tellen dubbel. Het is heel naar, maar ja. Van de jury thuis bedoel ik. Ja, jammer. Ja. Ja, ze maakt nog kans op die wildcard en daar kun jij thuis voor zorgen. Tot 9 uur morgenochtend heb je tijd om te stemmen. Je kunt ook stemmen op Kim of op Amy. Kijk even, hier komt iedereen nog een keertje voorbij. Tot 9 uur kun je stemmen op jouw favoriet. En aanstaande donderdag om 6:10 zien we dan in Zapp Live wie van jullie er nog door mag naar de finale. Ik gun het jullie allemaal onwijs. Volgende week is het dan eindelijk de grote finale van het AVRO Junior Songfestival om 6:55 hier op Zapp. Zorg dat je kijkt. Wij gaan een feestje bouwen hier. Tot volgende week. Doei!